Hij jeukt als ten eten en heeft menig strandbezoeker afgelopen dagen lastig gevallen. De bastaard satijnrups. Het beestje is inmiddels gesignaleerd op meerdere stranden langs de Zuid-Hollandse kust. In Terheide is het tijd voor actie, vindt de reddingsbrigade. Dus al ga je zitten, zou ik daar gaan zitten. Kom je toch mee in aanraking, doen ze met een pincet verwijderen. De haartjes bedoel ik dan. Ik heb natuurlijk ze overal. Ja, dat had ik ook al. Hij wordt helemaal angstig. Of met plakband kan ze verwijderen en daarna gewoon een beetje spoelen met zeewater. En nog één keer de naam? Bastaard satijnrups. De harige kruipsels bezorgen reddingsbrigade Monster afgelopen weekend grote drukte bij de post in Terheide. Er kwamen tientallen mensen die niet weten wat er gebeurt, die niet weten wat er aan de hand is. Die zeggen, ja, we hebben een huidirritatie en wij konden hen vervolgens wijzen op de bastaard satijnrups. Wat de bastaard satijnrups doet, is zijn haartjes loslaten. Dat kan ook bij aanraking, maar dat kan ook zijn gewoon door de lucht, door de wind. En wat die haartjes doen, is die gaan eigenlijk in de huid zitten. Er zit een weerhaakje aan en dat gaat behoorlijk irriteren. Wij zijn hier aankomen lopen en om de meter zie je wel een rups lopen. Hoe loopt u nu over het strand? Eigenlijk een beetje over het beton. Oh, daar is er ook weer een. Kijken waar je staat. Ja, eigenlijk over het beton. En we gaan zo gezellig koffie drinken. Op een strandtent. Dus dan kan je wel via het beton of via het pad. Dat die er niet afwijken. Ja. Door de zachte winter en weinige regen heeft de rups volgens de gemeente Westland alle kans gehad om in leven te blijven. En dat merken ze ook bij de strandpaviljoens. We hebben het wel kunnen merken. Ja, dat was wel jammer, want ja, voor het eerst was het eigenlijk heel heet. Maar ja, mensen hadden toch wel last van die beestjes. Dus ja, we hebben het wel gemerkt. De reddingsbrigade wil dat de gemeente meer actie onderneemt. Op zich doet de gemeente goed voorlichten. Bijvoorbeeld ze zetten het op de website. Maar je moet ook bedenken dat er veel mensen van buiten de gemeente hierheen komen. Dus wij stellen wel andere wijzen van voorlichting voor. En daarover willen we in gesprek met de gemeente. Nou, dit is de eerste keer dat we hier komen. Maar misschien dan ook wel de laatste keer. Nee, dat denk ik niet. Ik laat me niet gelijk weerhouden. Dan maar schoenen aan. De gemeente laat weten geen waarschuwingsborden te plaatsen. Omdat de beestjes zich al bijna ontpoppen tot vlinders. En omdat deze rupsen op het beschermde Natura 2000 gebied krioelen, kan de gemeente de rupsen niet bestrijden. Badgasten moeten dus nog eventjes opletten waar ze hun handdoek neerleggen. En mocht je er toch last van krijgen, haal de haartjes van de rups dan weg met een pincet of plakband en spoel je huid af met lauw water.